Wil je weten hoe je deze foto kan maken? Ik ga het je in deze video laten zien. En het gaat om het verwijderen van de achtergrond, zodat mensen niet je visplek kunnen achterhalen. Photo Room, je start met een foto. ik heb er al wat foto's in staan. Uh, dus ik ga even een, deze gebruiken. Oh, ik heb hier ook nog wat foto's staan. Ik pak die. Hij scant hem. Hij haalt de achtergrond weg. Dan klik ik hier op zwart. En dan heb ik de zwarte achtergrond. Um, dan zie je in het fotoroom logo. Maak ik hem iets kleiner. Dan zorg ik dat ik hem uitlijn. Zodat ik het logo achteraf weg kan knippen. In mijn galerij op mijn telefoon. Ik doe exporteren. Opslaan in galerij. En hij is opgeslagen. Je kan ook nog andere achtergronden kiezen. En dat doe je als volgt. Je scrolt naar beneden, je kiest de achtergrond die je wil. Vaak is natuur of iets het mooiste natuurlijk. Ik moet even laden. Maar je kan ook je eigen achtergrond uploaden. Dus als jij een foto hebt van, zoals ik al zeg, de dam in Amsterdam of de Erasmusbrug, ik noem maar wat, dan kan dat gewoon. Dit is alleen voor pro. Je kan dus als je geen uh, abonnement hebt, kan je alleen de foto's kiezen waar geen pro bij staat. Even verder kijken. Mooie sterrenachtergrond. Dan haal ik dat plateauotje weg. Ik vergroot hem wat uit. Zo, dan zorg ik dat ik achteraf het fotoroom logo weg kan knippen, klik ik op mijn afbeelding. Dan kan ik hier aanpassen. Dan kan ik de warmte wat bepalen. En ik kan uh, contrast kan ik aanpassen. Dat is vaak bepalend voor uh, om het wat echter te doen lijken, en verder. Van allerlei dingen, uitlichting, uitlichting verzadiging, verscherpen, noem maar op. Ik hou hem even zo. Doe ik weer exporteren. Opslaan in galerij. En that's it. Aangekomen in de galerij. Ik klik op het pijltje. Ik ga de foto knippen. Ik sleep met uh, Android. Sleep je dan uh, de balkjes samen. Dit is hoe ik hem wil hebben. Dan klik ik opslaan en dit is het resultaat.